gaat economisch gezien goed in de Nijmeegse binnenstad. Dat blijkt uit cijfers van de Stadscentrum Monitor. Hierin scoort de binnenstad een 7,7 en dat is een kleine stijging in vergelijking met voorgaande jaren. Voor heel Nijmegen geldt dat er meer dan 3000 banen bij zijn gekomen en in het kerncentrum maar liefst 400. Toch blijkt dat het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft iets gestegen is. Volgens burgemeester Bruls is er nog genoeg werk aan de winkel. Heel veel van die getallen wijzen wel op een goede richting. Je merkt ook dat bij ons de economie aantrekt. Vorig jaar 3000 banen erbij. Je ziet dat terug in hoeveel mensen naar werk uitstromen. Je ziet ook terug in de waardering die mensen hebben voor de buurt waarin ze leven. Die is hoger dan 2 jaar eerder. Mensen voelen zich ook veiliger, zeggen die mensen zelf. Op basis van die representatieve steekproeven. Je ziet ook andere kanten van de stad. Je ziet ook dat mensen die bijvoorbeeld onder de armoedegrens leven, dat nog steeds een forse groep is. Sterk nog, die zou zelfs iets gestegen zijn. Wat natuurlijk een typisch contrast is als je de economische welvaart onder ogen neemt. Dus er is nog genoeg werk aan de winkel. En dat is ook het belang van deze cijfers. Die bevestigen of die geven juist aan. We moeten op sommige punten nog een tandje bijzetten of het beleid ook wat aanpassen. En dat is de waarde van die stads- en wijkmonitor. Het ondernemersklimaat scoort een 6,6. Stabiel dus. De uitkomst van dat cijfer is volgens wethouder Monique Esselbrugge met name te danken aan onder andere de bereikbaarheid van de stad. Gezien de benchmarkgemeenten is dat gewoon echt een heel goed cijfer, want benchmarkgemeenten hebben gemiddeld 6,2. Waar ligt dat aan? Het gaat natuurlijk over bereikbaarheid. De bereikbaarheid qua fiets en OV is enorm toegenomen. Je ziet dat ze nog steeds wat minder tevreden zijn over de tarieven van parkeren. Maar dat is niet alleen in deze stad zo. Je ziet dat ze zeer tevreden zijn over de nabije omgeving. Groen, dat het schoon is. Ook de veiligheid, wat in verschillende werklocaties natuurlijk ook een rol speelt. Dat zijn allemaal redenen waarom ze eigenlijk al jarenlang tevreden zijn over het ondernemersklimaat. Een ander opvallend thema is eenzaamheid. Die cijfers lijken vooralsnog niet te dalen. Initiatieven van medeburgers om eenzame mensen te ondersteunen worden door de gemeente dan ook van harte aangemoedigd. Ja, dat is ook een opvallend cijfer en je merkt ook dat dat niet daalt. Je ziet hier in de heel duik hoe de samenleving verandert. Hè. Meer eenpersoonshuishoudens, vaak ook oudere mensen die heel weinig aanspraak mee hebben, weinig contacten hebben, familie die ver weg woont of is weggevallen. Ik zie niet voor niets in de stad heel veel initiatieven ontstaan hoe medeburgers opstaan en zeggen, nou, we gaan mensen bezoeken of we organiseren een soepie doen. Hè? Echt zo'n mooi fenomeen wat je in heel veel wijken ziet. En ik denk dat daar ook de belangrijkste rol van onze gemeente is gezegd. Wij kunnen dat soort initiatieven ondersteunen. Wij kunnen natuurlijk nooit mensen verplicht gelukkig maken of zorgen dat die eenzaamheid weg is. Dat kan een gemeentelijke ambtenaar en zelfs de burgemeester niet. Maar we kunnen wel de stad helpen om voor elkaar op te komen en wel bij elkaar langs te gaan. En eenzaamheid is echt een thema van deze tijd, dus daar ligt ook echt wel een opgave voor ons allemaal.